Wie ik ben? Gaan we meer duidelijkheid geven over het samenwonen? Clip in 3, 2, 1. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik sta al lekker in de lift met een koffertje, want ik ga richting Leiden voor de Kids Top 20, jongens. Dus autootje in en richting Leiden. Wordt gezellig. Oké, dit vind ik spannend. Dit vind ik spannend. Ik heb hier echt hele slechte ervaringen mee, jongens. Oh, vorige keer liet ik mijn camera boven het dak liggen en toen ben ik weggereden. En die camera heb ik nooit meer teruggevonden. Dus zo, koffietje mee naar binnen. Hoppa. Daar gaan we! Als het goed is, ben ik aangekomen in Leiden. Is hier de ingang? Hier is de ingang. Zo. Ik hoor allemaal mensen gillen. Kijk, wat gezellig, hé, jongens. Goh, het is hier een feestje. Hey! Open box? Ja, hè? Kom maar. Shoutout. Doe maar een shoutout. Naar mijn YouTube-kanaal. Wat is je YouTube-kanaal? Jarno Blom. Jarno Blom, jongens, abonneer allemaal op Jarno Blom. Met lichtblauwe JB. Lichtblauwe JB. Oké, is goed. Want ik heb ook een andere account, maar daar moeten heel veel kinderen uit mijn klas doen. Oh, maar als mensen om je lachen, dan doe je het alleen maar goed. Nou, jongens, dat was hem weer. Hij zit er weer op. Ik heb eerst een soort van interviewtje gedaan, wat je altijd bij de Kids op 20 deed. En daarna moest ik Dief in de Nacht doen. Dus dat ging goed, was leuk, was gezellig. En nu ga ik lekker naar huis en dan ga ik eventjes een koffietje drinken. En dan zie ik daarna wel wat de dag me verder brengt. 3, 2, 1. Ik wil het een keer goed hebben. Oké, nog één keer. 3, 2, 1. Nou goed, ik weet niet waarom er iemand aanbelt, maar ik had... Ik heb een broodje besteld, jongens. Een broodje gezond. Vegetarisch. Zonder ham. Maar hij belt niet aan, terwijl hij al heel lang zegt dat hij is aangekomen. Dat is gek. Nogmaals een koffietje dan. Ah, daar is hij, mijn grote vriend. Zoals jullie weten ben ik fan van Justin Bieber. Ik heb heel vaak nummers van Justin Bieber opstaan. En hij heeft ook een nummer dat heet Love Your Song. Die kennen jullie ook allemaal wel. Maar dat is dus een heel makkelijk gitaardeuntje. Dus ik ging het even opzoeken. En ik heb dus net dit geleerd. Wacht. Gewoon dat inderdaad het dingetje van Love Your Song. Wacht even, jongens. Ik zeg nu twee keer Love Your Song. Maar ik was daarvoor Love Song aan het luisteren van Trobi. Dus het is natuurlijk Love Yourself in plaats van Love Your Song. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ik weet niet wat hier gebeurt met mij. Maar ik zeg de hele tijd verkeerd. Maar ik vind het gewoon grappig om ermee te oefenen, jongens. Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. En kijk, weet je wat heel gek is? Ik kan dus zelf ook muziek maken op de laptop. Dus bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld Love Your Song kunnen tekenen. Maar ik heb dus geen idee hoe bepaalde dingen die ik dus in mijn hoofd heb qua noot en toon, weet ik niet hoe ik het in godsnaam in die gitaar krijg. Maar ja, ben gewoon een beetje aan het oefenen, jongens. En de meest beroemde YouTuber van Nederland komt hierheen, Gio Latoy. En ja, dan gaan we eigenlijk gewoon niet zo heel veel doen. We wilden even naar Loosdrecht gaan misschien. Om even daar gewoon een beetje rond te lopen of zo. En we gaan misschien nog naar de PC Hoofdstraat. Want er is daar een nieuwe winkel. En Niek wil daar heel graag kijken. En die is ook nu al in Amsterdam. Dus we kunnen ook van alles doen vandaag, jongens. Oh, sorry jongens. Dit is het einde van de vlog. Dus we zijn alleen met een sprongetje in de tijd. Maar het komt allemaal nog. Maar jullie moeten nu abonneren. Dat is heel belangrijk. Want zoveel procent van jullie is niet geabonneerd op Vincent. Kom op, abonneer. En mis geen enkele vlog. Dan zou je hem hebben. Kom maar binnen, jongen. Zit je nou... Je bent 2 seconden binnen en je gaat nog gelijk je broek uittrekken. Stel je voor, je ligt met een chick in bed. Ja. En zij doet de lingerie naar beneden. En haar eigen naam staat erop. Is dat raar? Ja. Ik schaam me dus altijd als ik dit aan heb. Giovanni. Ja, ik weet niet. Niet dat ik... Maar is dat echt een merk? Heb je dat een keer gekregen? Dat heb ik dus gekregen van mijn moeder voor een verjaardag. Dus ik zie er gewoon niet te dragen, toch? Oh, nee, hij is mooi, hoor. Ik vind hem heel cute. Ja. Vooral, ik vind het onderbroek ook leuk, hoor. Dus. Ja, hoor. Oh, ja. Wie ik ben? Is het Ruben? Ja. Hey. Ja, je klopt wel net zo gay als dit. Ja. Gaat het goed met jou? Ja, hoor. Behalve dat
mijn knie nog een beetje kloot is, maar kom wel goed. Ach, dat volg ik niet om. Oh. Niek. Ja. Dit was Gio. Dat was ik. Wat? Is het Gio? Ja! Oh, what the fuck? Ik dacht dat je Ruben was. Nee. What the fuck? Gio heeft dus een pakketje voor me meegenomen dat bij hem is afgeleverd, maar het is dus een Supreme hoesje. Maar de vraag is, de vraag is het echt? Ik heb echt geen idee. Het lijkt me niet, man. Het past ook niet op mijn telefoon. Maar, hè? Ik denk dus dat het niet echt is. Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Maar goed, voor degene die het heeft opgestuurd, dankjewel. Super lief. Alleen hij past niet. Nee, die zegt er niks aan. Kan je ook zien van wie die is? Dat weet ik niet. Afzender, nee. Oh, jammer. Nou, bedankt. Wij gaan eventjes richting de PC Hoofdstraat, want Gio die wilt graag, wat wil je? Dior? Ja bro, kopen, even fully Dior en fully LV. Ook die Gucci tas die ik laatst gezien had, die was al echt dik. Dus ik dacht, ja toch, oké, oké. Nee, Niek die is bij een winkel, wat ik net ook al zei. En het is gewoon een leuke winkel. En hij zei, ga je mee? Ik dacht, nou goed, we gaan gewoon even kijken. Dus we hebben toch niet zoveel te doen. Dit is een goed vooruitzicht. Wat? Dit is een goed vooruitzicht. Oei. Er ligt allemaal glas. Dat is niet best. Nee, dan slaan ze hier precies je ruiten, want ze weten dat jij natuurlijk heel je... Ja, mijn auto ligt vol met waardevolle spullen. Ja, helemaal niks. Nee, echt helemaal niks, man. Zo. Het staat wel flink naar achter zo. Nou, Niek is waarschijnlijk nu ergens wat eten in de PC Hoogstraat. Ik weet niet waar die zit. Maar we gaan hem even zoeken. En dan gaan we eventjes doorheen lopen. Oh, jongens, echt heel dom. Ik heb geen jas aangetrokken. En het is echt belachelijk koud. Hoe kan ik nou geen jas meer nemen? Ik ben ook zo'n stumperd. Ja, ik heb dat altijd. Ik loop altijd zonder kip zonder kop de deur uit. Ja, ik ook. Maar nu heb ik wel een jas. Ik lag in mijn auto gelukkig. Ja, ik dacht niet. Nou, ik weet ook trouwens niet of ik goed loop, hè? Wacht even. Wacht even. Jou, ja. Ik ga eerst even kijken hoe Niek is. Niek is ergens hier. Hey Niek. Hey, Jopie. Hey. Vertel je eerst een halve zin, dan ga je dan de camera weer pakken. Gio zei dat hij straks 10k ging splashen in Dior. Omdat hij dat cool vond. Oh. Dat zei je toch vorige week ook al tegen mij? Dat ik echt zin heb in... Ik ga wel met je mee hoor. Ik help je wel met tillen. Ja, dat is goed. Dat zei ik ook al. Ja, hey, leg maar over mijn arm heen zo. Heb je zin om, maar jij koopt toch laatst dat nu echt? Bro, ik heb al jaren geen merkkleding. Merkkleding is mooi. Ging ik bij jou om in die periode dat ik allemaal van die merkkleding doe? Ik ben gaan al met elkaar om sinds de basisschool. Ja, dat is waar. Nee, jij had wel echt een flexperiode, man. Ik heb nog nooit met jou geshopt. Dus dat is voor het vandaag. Ik shop ook nooit. Ik shop echt nooit. Dat is echt. Ik vind shop ook niet leuk. Want Fidget heeft deze week weer heel veel centjes verdiend, hè? Afgelopen week. Ja, hoeveel? Vertel. Is dat zo? Nee, alleen maar uit. Ja, ik wil net zeggen, ja. Ik denk, hoor. Ja. Oké, we zijn nu 5 minuten in de PC Hoofdstraat. En je hebt nu al 5000 euro uitgegeven. Wat heb je gekocht? Wow, we houden het onder low, je ziet het? We hebben die klokken verzamelijk bijgekocht. Dom. We moeten niet erop houden. Nee, we zijn gewoon even aan het lopen, jongens. Maar... We hebben het alweer gezien. Allemaal veel te dure merken, jongens. Wat een onzin. Misschien even de snelheid mee. Rij jij niet een beetje te hard? Nee, dat valt wel mee. Ja, flitser. Ja hoor, ik zit echt te kijken. Nee, je zag het te kijken. Nou, wij zijn onderweg naar Vinkeveen. Want we gaan bezichtigen. Nee, wat gaan we eigenlijk doen? Zoals jullie weten, Vincent vlogt sinds kort de Lyon, dus dagelijks inderdaad, Vincent. Ja, nou ja, zou ik een primeurtje doen? Ja. Zoals jullie weten, vlog ik natuurlijk nu al ongeveer 26 dagen elke dag. Ja, en daarvoor en het gaat zo veel geld, het gaat zo goed met mij, en ik heb ook niks uitgegeven op wintersport, dat ik gewoon nu in staat ben om een huis te kopen van rond de 3 miljoen. Lekker bezig. Ik ben zo blij, man, dat dit nu al... Ik wil jullie ook daar... Ik zei altijd tegen jou, ga een keer dagelijks vloggen, bro. Doe het een keer. Nou. Weet je wat iemand had gezegd in de comments? Die had tegen mij gezegd... Ga even... Waarom ga je geen dingen voor jezelf doen? Waarom probeer je altijd Antoon en Gio te evenaren? Oh, echt? Ja, die zei van, doe je eigen ding. Waarom doe je Gio en Antoon na? Wat zei je? Nou ja, ik had in de vlog gezegd, ik doe helemaal niemand na. Maar zeg maar... Ik vind ook dat je bij vloggen niemand na kan doen, want je kan niet... Nee, je kan moeilijk mijn leven gaan leiden. Ja, als we met elkaar omgaan, dan is het logisch dat onze vlogs een beetje op elkaar lijken, toch? Ja, maar daar hebben we het toch ook al over gehad toen die keer. Zeg maar, toen ik bij jou kon wonen, was het ook inderdaad gewoon van... Oké, ja, ik maak ook video's, jij ook.
Weet je, je moet daar wel... Ja. Maar nu, ik dagelijks vlog, is het wel kutter. Nou, ook weer niet. Nee, ik heb er niet echt last van. Heb jij er last van als ik vlog? Of, zeg maar, nee. Dus nee, je hebt gewoon een beetje eigen. Nee, jij doet zeg maar, ook al heb je bijvoorbeeld eenzelfde dag, weet je wel. Je filmt zeg maar op die dag wel, tuurlijk een beetje de hoogtepuntjes hetzelfde, maar rondom de vlog allemaal andere dingen. Ja. Gaan we meer duidelijkheid geven over het samenwonen? Het gaat niet meer door. Het gaat niet meer door. Nee jongens, het was echt een heel raar spontaan dingetje wat we toen hadden gezegd over van... Ja, weet je wat, kom, we gaan gewoon weer samenwonen. Maar nee, dat is gewoon niet... Het is niet handig. Nee, het is niet handig. We gaan het ook gewoon niet doen. Sowieso omdat jij ook gewoon je eigen huis hebt. Ja, ik heb gewoon mijn eigen huis. Ik heb een vriendin. Ik bedoel, kijk, het is een beetje flauw voor Ella als ik zeg maar bijvoorbeeld als het van Gio wilde ook af en toe bij hem in bed kon slapen. Ja, dus, klopt. Maar ja, dat wil Ella niet. Ja, dat wil Ella niet. Nou dus, ja, ik wil een paar keer bij Ella in bed liggen. Dan mag er weer niet van Vincent, nee, snap ik ook niet. Dus is het gewoon niet zo handig. Nee. Dus jongens, sorry, maar wij gaan niet samenwonen. Sorry. Bij deze. Krijg je nog veel reacties dan? Ja, mensen vroegen wel met DM van, joh, wanneer ga je nou samenwonen en dit en dat. Nou, jammer jongens. Oh, kijk, en omdat daar dus voor zo goed gaat, ga ik ook daar. Aan de overkant, daar is een Porsche winkel. Dan ga ik ook eventjes winkelen. Is dat Porsche Amsterdam? Ja. Dik, hè? Maar goed, over dat dagelijks vloggen en dat ik een huis kan betalen van 3 miljoen is allemaal bullshit natuurlijk. Oh, echt? Ja. Nou, dat had ik daar echt niet van. Nee, maar ja, ik zeg het maar even, want er zijn sowieso mensen... Weet je hoeveel mensen ik soms daarover verbaas dat ze totaal geen vorm van sarcasme kunnen? Nee. Iets in mijn vlog zegt ook van dat zo overdreven sarcastisch is en dan zie ik alsnog reacties van... Ja, toch? Ja. Ik geloof er helemaal niks van. Ja. Ik denk, tuurlijk geloof je er niks van. Nee, ja, het is natuurlijk, jongens, het is allemaal grapjes sarcastisch. Maar sarcasme is een vorm van intelligentie, als je dat wil begrijpen. En ook is het zo dat wanneer je sarcasme niet begrijpt, dan kan het zijn dat je hoog intelligent bent. Dat is echt zo. Dat als je sarcasme niet begrijpt, ben je te intelligent. Ja. Of juist gewoon echt fucking dom. Maar wij zijn tering intelligent. Ja. Wij zijn fucking intelligent. Want, wat is 200 keer 36? 200 keer 36, dat is 10 keer 200, 2000, 6000. Dat is 8200. Ik kan het niet controleren, maar ik denk dat het goed is. Ja, dat is... Ja, ja, mooi. Goed gedaan. We rijden hier nu in Vinkeveen, jongens. En er staan hier ook al een paar huizen, jongens. Dat is echt bizar. Maar eigenlijk alleen dit al, hè. Dit is ook al gewoon... Maar stel, je koopt zeg maar zo'n huis... En je knapt het, en je helemaal, knapt het op. Helemaal op. Ziek, hoor. Ah, dat is water, hè. Kijk maar, hier. Ja, kijk, dat is het vette van Vinkeveen, jongens. Je ligt zeg maar... je bent... Zei ik net ook tegen Gio. Je bent zeg maar... Eigenlijk woon je in Amsterdam. Maar dan aan het water. Fucking dik huis. Ja man, dit is ook echt wel een plek waar ik naartoe zou willen. Ja. Vinkeveen, Loosdrecht een beetje, ja, zo daar. Heel, echt lijp. Kijk, daar heb je ook een luxe hotel. Ja, dat is dan weer gek, hè? Ja, dat is heel gek. Zo'n oud-Nederlands lelijk. Ja, zo'n heel raar oud hotel. Een Range Rovertje voor de deur. Heel dik. Ik vind dat wit altijd mooi. Ja man, ik vind het ook echt, zeg maar, Vinkeveen echt een droomplek, man. Ja. Kom ook gewoon hier wonen, G. Ja, ik hoor je koopt een huis hier. Dan woon je in de buurt van Amsterdam, gezellig. Ja. Jongens, we zijn weer thuis. Wat een mooi beeld. Nee, maar eerlijk, het is toch grappig. Het is toch, zeg maar, normaal gesproken zou je nooit zo'n beeld krijgen in je vlog. Nee, dat zit ook niemand op te wachten. Jawel, dat denk ik. Dit is toch gewoon lachen. Ja, maar voor mensen waren dit vroeger gewend voor mij, dit soort video's. Dan stond ik gewoon zo. Hey, kijkers, welkom weer terug bij een nieuwe video. En dan was het, zeg maar, dan ging ik gewoon praten over hoe het op school ging of zo. Ik ben vandaag op school geweest, ik ben er 2 keer uitgestuurd. Ik ben echt een bad boy. Ik heb een scheef gelaten. Pooh. Wat is dat nou? Oh, ik ga even kleingeld voor je pakken, wacht even. Dat is ja, dat is jouw raf. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Hey! Wat zag je er goed uit? Het gaat naar mij uit, hè? Ja, Niki was naar zo'n winkel geweest. We zouden eigenlijk ook mee gaan, maar ik heb daar niet meer gefilmd. Alleen jij had een mooi oudje. Mooi oudje. Christian Dior jas. Dom! Je hebt ze nog nooit op iemand gesteld, hè? Zo. Dus ik word de eerste. Maar Niek Roos is de man, dus jij krijgt hem wel. Maar nu moeten we even gaan bepalen wat we gaan eten. Want we gaan natuurlijk zelf koken. Maar jij mag bepalen wat je gaat koken. Ik heb gewoon zin in een zak wortels. Niek! Hey! Wat leuk! Goed lang niet gezien! Biertje in zand. Wow! Hang je een stijve? Sorry. Eww! Ga je drinken? Eww! Ja, eww! Huh? Oké, okay, Niek heeft besloten wat we gingen eten. Niek zou gaan koken. En Niek, wat ga je maken? Gamba's pilpil en gewoon even een goed stukje vlees. Maar we moeten eerst even naar de supermarkt wat halen. En patat, okay. Want daar wordt Vincent dik van.
Weet je wat ik denk? Dat jij gewoon een bubber in je reet hebt zitten en dat er daar al wat vocht in je kop blijft zitten. Wat heeft dat vind ik ook een goede beredenering. Ja, wat is dit voor iets raars? Nee, ja, we moeten hier eruit. Die kerstboom is weg. Dat is goed. Hij is echt irritant. Hij spreekt al, Nick spreekt altijd iedereen aan. Hij heeft zoveel scheid. Hoezo? Ze zegt alleen, waar gaan jullie heen? Ik zeg, we're going up. Maar je ging helemaal niet naar up. Without you, bitch. Hier is, volgens mij is hier, de FOMAR is toch niet hier? FOMAR? Je ging boodschappen doen, zei je. Gast, dus Albert Heijn zit hier. Daar gingen we heen. Oh. Vandaar, ik dacht al. Hey, Diego vroeg net of we een weekendje naar Valencia wilden. Ja, dat wil ik. Wanneer? Dat is leuk, man. Vorig jaar was ik met Stefan in Valencia. Dat was ook echt leuk. Oh, wat een mooie auto. Ja, ik vind het een beetje duur. Ik was mijn kortom helaas kwijt. Godverdomme. Ik weet niet of ik dit aan kan, hoor. Twee films tegelijk. Dit is echt wel heel heftig. Oké, zeg iets leuks. Ik ga ook vloggen. Wacht heel even. Goedemiddag. Jij zit toch aan koken? Ja, mag ik misschien helpen in de keuken? Want ik had beloofd om te gaan koken vanavond. En toch zijn we hier geëindigd. Dus ik wil een belofte nakomen. Ik heb geen idee. Maar goed, uiteindelijk zijn we dus niet bij de Albert Heijn beland, maar... Bij de Jumbo. Ja, de Jumbo heeft een nieuw concept. Alles wat je net... We hebben net alle boodschappen al gepakt in de schappen. En die worden dan nu door een speciaal iemand in elkaar gezet. Oké, top. Het is mijn eigen leven. Och, Niek. Je hebt wel echt fantastisch gekookt. Dankjewel. Ik wil je ervoor bedanken. Het was echt lekker. Ja, echt goed. Echt goed. Goed asperge met feta en pijnboompitjes. Geen pijnboompitten, maar... amandelschijf. Nee. Ja, was echt lekker. Je hebt goed gekookt, jongen. Jongens. Hij staat je wel goed. Ja? Ik zeg je eerlijk. Ik heb Gio net deze jas gegeven. Pas goed bij de broek. Als ter bedankje van, ja... Wat alles. Eigenlijk? Ja, alles. Ja. Wat is... Ja, wat eigenlijk? Moet je elke dag jouw vlog edit? Deal? Moet jullie elke dag mijn vlog editen? Dan moet ik twee vlogs per dag editen. Nee, jongens, kijk. Ik heb deze grijze jas van Olaf al. En dit is een groenige. En Gio die vond hem heel mooi, dus... Ja, dat ga je wel doen. Ik trek hem zakelijk af. Zal ik jou zakelijk af... Huh? Je mag hem heel zakelijk aftrekken. Eww! Doei! Doei! Oh, we zijn van hem af. Doe die deur eens dicht! Doei! Niek, ik moet zeggen, je hebt voortreffelijk gekookt. Ja. Niek en ik hebben dus iets heel grappigs gemaakt. We hebben een nummer gemaakt voor Niek. Kijk. En we hebben de tekst zelf geschreven en zo. Nee, je moet niet laten horen. Nee, een klein stukje. Nee, want hier... Oh. Je moet je laten horen, Finn. Oh, je wilt gewoon gelijk... Want hier is gewoon de clip van ons nummer! Gewoon een hele clip, oké. Clip in 3, 2, 1. Meisje, heb je in de gaten? Amsterdam zie jou weer lopen over straat. Ik vraag aan jou, hoe gaat het? En waar kom jij vandaan? Want ik weet dat ik jou als mijn droomvrouw zou omschrijven. Oh yeah. Ik geef geen fok om de laatste trein. Ik blijf hier in Amsterdam om met jou te zijn. We kunnen wat gaan drinken of naar een massage. Kunnen met mijn waggie naar verschillende plaatsen. Zeg maar hoe kan ik je bereiken? Want echt, ik wil je bij me, yeah. Want meisje zonder naam, wat doe je nou met mij? Want meisje zonder naam. Ik vond het zo'n eer, Niek, om met jou in de studio te hebben gezeten, man. En ook gelijk een clip voor je hebben mogen maken. Het is echt... Ik ben fucking skaf, bro. Ik kan niet meer, bro. Ik ben zo hard gebloot tijdens het maken van dit nummer. Hey, Gio had een cadeautje voor mij. Ja? En dat heb ik in de auto laten liggen. Maar Gio had een cadeautje voor mij en het was een joint. In een pakketje. Ja, want die heeft hij in zijn deur, voor zijn deur lag. Nee, maar het stond ook bij voor mij op. Voor mijn naam erop. Echt? En ik heb een Supreme hoesje gekregen van iemand. Volgens mij is hij nep, maar ik weet het niet zeker. En dan... Wow. Ja. Wow, dankjewel. Dankjewel. Je bent net opgeroepen. Nou. Nee, hey, succes. Dankjewel. En ja, jongens, laat eens weten wat je van het nummer vindt. Ja. Weet je wat we eigenlijk moeten opnemen? Nou. Ik ga nu even vertellen dat ze moeten abonneren, maar dan ga je het eerder in de vlog doen.
Dat ik dan een soort tijdmachine heb. Ja, oké. Niek die is weer naar huis en neem het niet te serieus, jongens. Het was gewoon voor de grap. We hadden dit nummer gewoon gemaakt hier. Soms vind ik het gewoon grappig om nummers op te nemen. Want ja, ik kan hier alles zelf. Ik heb een microfoon, ik kan het zelf opnemen, ik kan het zelf bewerken. Dus soms dan is het gewoon lachen om dat te gaan doen met vrienden. En toen zei ik van, oké, weet je wat, laten we het even in de vlog gaan horen. En toen zei Niek, weet je wat, we maken gewoon een hele videoclip. En toen was het gewoon een hele grap geworden dat we een videoclip erin hebben gemaakt. Ja, dus het was eigenlijk gewoon een hele leuke dag. Dus jongens, ik ga bij deze de vlog afsluiten. En wat Niek eerder zei, vergeet niet te abonneren, want zoveel procent is er nog niet geabonneerd. Dus abonneer allemaal op mijn kanaal en ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Doei, doei!